Hey, is Bart Valken hier van 2D3D-punt gratis met voor jullie Panzoid. Dat betekent in de browser toffe introotjes maken. Niet enorm uitgebreid, niet ook heel moeilijk, dus ik laat het je nu even zien. Dit is Panzoid. Je hebt de clipmaker, backgrounder en de video editor. En een heleboel aan templates die jij kan pimpen. Hier bevind je bijvoorbeeld de clipmaker. En dan kun je dus je naam ergens inzetten en zo ziet het er dan gerenderd uit. En hier heb ik er eentje al klaarstaan en dan kun je zeggen name. Heel vet. En dan kun je je name, zeg maar, als je hier bij name daar je eigen naam neerzet dan en op enter drukt, is ook leuk. Enter. Dan staat er opeens Bart. Hartstikke grappig toch? En dan kun jij vervolgens dit clipje downloaden en gebruiken voor je eigen YouTube-filmpje of wat dan ook. Zonder dat je daarvoor een account hoeft aan te maken of watermerken in beeld krijgt. Dus ja, het is best wel tof. En verder is het ja, best wel aanpasbaar. Je kan alle onderdelen, elementen van deze animatie ook weer zelf aanpassen, mocht je dat willen. Maar ze hebben ook de backgrounder. Daar kun je dus achtergronden maken en zo. Ik zou daar eerder gewoon zoiets als pixelen of GIMP voor gebruiken. Maar hey, het bestaat. En ze hebben zelfs een video editor. Hoe goed die is, nee, kun je niet. Ik zou veel liever gaan voor Hitfilm of WeVideo of iets anders. Maar hey, je kan nu zelfs je eigen video's maken gewoon online met Panzoid. Wie weet is het voor jou.